is eigenlijk gewoon het mooiste wat op beeld en kunst kan gebeuren. Dat je werken maakt en dat die eigenlijk zo omarmd worden door de bevolking. Dus dat is hier gebeurd. Anne Wenzel was even terug in Almelo voor reparatie van de drinkende ijsvogel. Nou, in de wind heeft die gewoon, dus het water kwam iets te hoog in de winter. En de sneeuw zat net met, in het water in en het ging vriezen. En we bijna nooit in Nederland, maar toen wel. En toen het water weer omlaag ging, ging dat puntje afbreken. En toen was een beetje een van de dingetjes in. Dat was heel grappig, want ik woonde in Rotterdam en kreeg binnen één week gewoon ik weet niet hoeveel berichten. Dat ik dacht, het punt is afgebroken. En dat was gewoon het drama van januari of zo in Almelo. En toen hebben wij gewoon overlegd met de gemeente, wat gaan we doen? Gaan we gewoon alleen het punt repareren of gaan we gewoon zorgen dat het gewoon nooit meer gaat gebeuren? En we hebben voor het tweede gekozen. En nu hebben we een extra verhoging gemaakt. Dan komt beeld, we gaan de snavelpuntje weer restaureren. Beeld komt iets hoger en dan gaat die gewoon nog hopelijk heel veel jaren mee. Vanaf het moment dat de ijsvogels zijn geplaatst bij de stadsvijver, wordt Anne oversteld met reacties. Ik vind het heel bijzonder. Ik moet zeggen, gewoon met de snavel die gebroken bij ik gebroken was, heb ik heel veel reacties gehad. En, maar ook ik ben dan even dan hier en dan zie je gewoon mensen met de rolkoffer langskomen en even staan en even foto's van de vogels maken. En ik vind het heel bijzonder om te zien dat die vogels gewoon dusdanig omarmd zijn eigenlijk. Door de mensen in Almelo en zelfs erbuiten. Dus ik kom ik uit de Graafschap Bentheim. En ik had laatst reunie en ik hoorde van mensen, we zijn speciaal naar Almelo voor de vogels gegaan. Dus het gaat gewoon ook verder dan Almelo. En dat is natuurlijk heel mooi dat Almelo met deze beelden gewoon een plek heeft waar mensen gewoon van overal toe graag naartoe komen. Krijgt ze als kunstenaar vaker zoveel reacties op haar werk? Nee, je hebt gewoon... je krijgt soms wel veel reacties of zo, maar het is gewoon echt dat dit is gewoon. Ik denk, dit klopt gewoon heel erg met de plek en de beelden en de situatie. En, dus ik vind dit wel. Dit is eigenlijk gewoon het mooiste wat op beelden kunst dan kan gebeuren: dat je werken maakt en dat die eigenlijk zo omarmd worden door de bevolking. En, dus dat is hier gebeurd. Dus dat vind ik fijn. En jullie volgens mij ook, toch?